Hoi, daar ben ik weer vanuit de herberg. Vandaag wil ik eventjes wat vertellen hoe het is voor cliënten om hier te komen. Vaak merken we dat het komen hier voor cliënten behoorlijk ingrijpend is. Op hun locatie wordt natuurlijk geconcludeerd dat ze koorts hebben, hoesten of wat dan ook. Dan worden de maatregelen genomen en vaak in vrij snelle tijd wordt er besloten dat ze hier naar Huissen moeten. Ze worden weggeplukt vanuit een bijvoorbeeld een beschermd wonenplek of een nachtopvang. En er wordt besloten van, hey, je gaat naar Huissen. En dat is best wel ingrijpend, want er komen de mannen in witte pakken die je meenemen in een busje. Lijkt bijna een soort alienontvoering. Maar als ze dan hier terechtkomen, dan merken we dat ze het fijn vinden om hier tot rust te komen. Dat ze lekker in een goed bed kunnen slapen. Dat er goed eten en drinken is. Dat ook al is hun eigen persoonlijke begeleiding niet aanwezig, dat wij toch ook wel proberen om een luisterend oor te hebben. Begrip hebben voor de situatie. En wat we terugkrijgen, dat was eigenlijk heel leuk dat één cliënt bij ons op intranet had geplaatst. Dat ze eigenlijk ons wou bedanken over de opvang en hoe we het gedaan hebben. En dat ze zich hier welkom voelden en gehoord voelden. Dus ja, dat zijn toch wel leuke dingen om terug te horen. Dus ik dacht, nou, laat ik ook even weten. Doeg!